Goedemorgen mensen, dit is Lumiria met het positieve bericht van dinsdag 11 januari. 11-1 en 2022. Dus we hebben allemaal eentjes en allemaal tweetjes. En dat maakt samen de 54-9 hele andere getallen. En toch wil ik even op die eentjes en die tweetjes uitkomen. Want 1 en 2 maakt 3 en 3 maakt altijd de drie eenheid van alles wat er is. Je hebt 3, zorgt ervoor. De vader, de moeder en het kind. En dat kan je in alles kan je dat weer terugzien. We moeten vanuit ons individu ontwikkelen. Dat is belangrijk. En dan hebben wij nu 3 eentjes. Daardoor kunnen wij beter communiceren. Kunnen wij beter onze lessen tot werkzaam vermogen brengen. De balans 2022. Zorgt er ook voor dat wij in soms even in dualiteit staan, waarin je ook moet kiezen, kies ik voor mezelf of kies ik voor de ander, cijfer ik mezelf weg. Maar juist vandaag is die balans heel belangrijk, dat jij ook ervaart en ziet dat jij als individu ontzettend belangrijk bent. Ik heb de laatste boekenlegger, vanaf morgen ga ik even kijken wat ik voor nieuwe kaarten ga doen. Misschien ga ik de orakelkaarten wel doen. En misschien hebben jullie ook wel een idee dat je zegt van, goh, wil je die kaarten gebruiken? Ik heb deze gekozen. En dit is ook dualiteit. Hè? Dit is ook weer individu vraag. Kijk, dit zijn twee individuen die samen willen zijn en daarvoor kiezen. Het is altijd een keuze, nooit een recht. Altijd een keuze. Vanuit de duisternis kan het licht groeien in de schoot van de maan. We zitten in de wassende maan-energie. Dus zorg ervoor dat je bij elkaar komt. Dat je samen het doet. Dat je even weer bedenkt waarom het ook alweer zo leuk is om samen te zijn. Ik wens jullie een prachtige dag. Dag lieve mensen.